En nog even voor de duidelijkheid, Kai. Stel, Ajax staat 0-1 voor. Het is de 93ste minuut en jij komt 1-op-1 met André Onana. Ja. Eerst voor Ajax, maar hij maakt nu zijn doelpunten voor FC Groningen. En dan heb ik het natuurlijk over Kai Sierhuis. Hij is voor 1,5 jaar verhuurd aan de Noorderlingen. En ja, met de wedstrijd tegen Ajax voor de deur zoek ik hem op hier in Groningen. Hoe is het? Ja, goed met jou. Leuk te zien. Ja, absoluut. Wat een takeind was het trouwens rijden hier. Dat is het zeker, ja. En, ja, ik heb begrepen dat we moeten even ergens anders interviewen. Oké. Okay. Ik ben nu in Groningen, dus dan gelden de regels van Groningen. Ja, dat is zo werkt het, hè? Ja, laat me zien waar wij naartoe moeten. Volgens mij gewoon hier, hè? Dus, ja, kijk, hier worden altijd de interviews gehouden. Dus ook voor ons vandaag. Ja. Kai, je zijn dan in Groningen. Hoe is het met je? Ja, goed. Ik maak Eredivisie minuten en dat was voor mij hetgeen wat het belangrijkste was. Dus ja, ik ben erg blij. Aankomend weekend hoef ik jou niet te vertellen wie er op bezoek komt in Groningen. Nee, zeker niet. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, het is heel speciaal. Het is een wedstrijd tegen jongens die je allemaal goed kent. Ik heb natuurlijk heel lang bij Ajax gezeten en dan nu vanaf de andere kant is wel even wennen, denk ik. Vorig jaar Groningen-Ajax, weet je toen nog wat er gebeurde? Ja, zeker. Ik zat voor het eerst bij de selectie uit bij Groningen. En toen stond ik klaar om in te vallen. Toen kreeg Joël een rode kaart. Waardoor we met 10 man de verdediging gingen versterken met Max. En toen mocht ik helaas mijn debuut nog niet maken. Zaterdag sta je er wel gewoon in, toch? Ja, dat hoop ik. De successen van Ajax, die zijn er nu natuurlijk. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, echt... Vooral met veel trots. Veel trots richting de jongens die ik goed ken en die ik echt alles gun, omdat het gewoon goede vrienden zijn. Met wie heb jij dan nu nog veel contact? Ik heb altijd goed contact met Dani en Matthijs vooral. Karel spreek ik veel. En dan wat plaagstootjes hier en daar uitgedeeld? Ja, misschien een klein beetje, maar ze moeten gewoon onder goede druk staan en dan moeten ze maar presteren hier. Ik vind het leuk om ze weer te zien. En, ja, ik vind het ook heel leuk om het tegen ze op te nemen. En nog even voor de duidelijkheid, Kai. Stel, Ajax staat 0-1 voor. Het is de 93ste minuut en jij komt 1-op-1 met André Onana. Ja. Ja, ik doe er alles aan om erin te schieten. En dat zijn de wetten van het voetbal. Hè. Ik speel nu ergens anders. En natuurlijk, ik gun Ajax het kampioenschap met heel mijn hart. Maar zij moeten maar hun best doen om hier de punten weg te halen. En die gaan ze niet gratis krijgen. Ja, maar ik had gehoopt nog een klein dealtje te kunnen sluiten, maar dat zit er niet in. Helaas. Nou, ik wens je heel veel succes, Zaterdag, maar misschien niet te veel succes. Kom goed, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Ja, yes, geen probleem, dankjewel. Inside Ajax, iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.